In deze serie reis ik geheel in pausstijl in een eenvoudige Fiat 500 dwars door Italië om het geheim van de paus te ontdekken. Ik ontmoet mensen die net zo gefascineerd zijn door hem als ik. Maar mijn zoektocht brengt mij ook bij zijn tegenstanders, die vooral in zijn eigen Vaticaan lijken te zitten. Kardinalen, bisschop en priesters van hoog tot laag, ze moeten weer de straat op en hun handen uit de mouwen steken. Weg met die vanzelfsprekendheid en zelfvoldaanheid. Deze paus heeft een missie. Paus Franciscus haalt namelijk ook de bezem door zijn eigen Vaticaan. Hij wil de kerk hervormen. Een kerk die volgens hem veel te lang in zichzelf gekeerd is geweest. Preferisco una chiesa accidentata. Ferita e sporca per essere uscita per le strade piuttosto che una chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Het Vaticaan zou tot op het bot corrupt zijn. Ma se gli uomini di Papa Francesco scoprono che ci sono fondi extracontabili in tutti gli uffici della Santa Sede, cioè una doppia contabilità, una contabilità parallela per non giustificare evidentemente le spese all'anno che è oltre 1 miliardo di euro. Ci rendiamo conto gli interessi che ci sono, la quantità di soldi che vengono gestiti. E perché non si può sapere come vengono gestiti? Het Vaticaan daagt Nuzzi voor de rechter. Hij zou vertrouwelijke documenten hebben gestolen. Hem hangt nu een celstraf van 8 jaar boven het hoofd. Maar dat doet hem niets. Deze informatie moet naar buiten. Primo esempio è sul patrimonio immobiliare. La Chiesa Cattolica raccoglie in eredità dai fedeli spesso tanti appartamenti, tante case che le persone magari anziane senza figli lasciano alla Chiesa per opere di bene. Ebbene, gli uomini di Papa Francesco scoprono che questo patrimonio immobiliare non è dato in affitto, messo a reddito per ottenere soldi da dare ai poveri, ma queste case vengono date agli amici degli amici, tanto che non danno reddito, gli affitti sono molto bassi. Io ho trovato case affittate a 27 euro all'anno nel centro di Roma, case date anche a 0 euro. E questo cosa vuol dire? Che si preferisce aiutare un amico che aiutare i poveri. Casa di Santa Marta. Een eenvoudig gastverblijf binnen het Vaticaan, zo begrijp ik. De plek waar paus Franciscus na zijn benoeming besluit te gaan wonen. De paus kiest blijkbaar bewust voor soberheid in plaats van luxe. Het pauselijk paleis waar hij zou kunnen gaan wonen, laat hij demonstratief afsluiten. Papa Francesco dice: "Come facciamo noi se non sappiamo occuparci del denaro che si vede? Come possiamo occuparci delle anime che non si vedono?" Partirono le rondini dal mio paese freddo e senza sole. Cercando primavera di viole. De beschuldigingen van Nuzzi liegen er niet om. Veel geestelijken zouden zichzelf verrijken aan de kerk en in grote luxe leven. De paus wil hier een einde aan maken. Hetgeen op weerstand zou stuiten binnen zijn eigen Vaticaan. Senza sole, cercando primavera di viole. Deze meneer is bij de paus. Hij heeft met hem geluncht. Je hebt... ja. En
Voelt hij dat de sfeer wat veranderd is nu deze paus er is? E tu anche cioè tu senti che siccome ci sei da molti anni qua, no? Senti che è cambiato qualcosa da quando c'è questo papa? Guarda, io da è un anno che dormo qua e da quando ho cominciato a dormire qua per me è cambiata un po' la vita. Un po' il sentimento verso le altre persone, quelli che vivono come me, o i signori. Vero che Papa Francesco, io gli ho chiesto lunedì se potevo chiamarlo Padre Francesco e sai cosa mi ha detto? Sì figliolo, lo meriti. De mensen hier, de zwervers hier, kiezen dit gebied uit rond het Vaticaan. Omdat ze zijn gelovig, het zijn gelovige mensen. Ja. Maar vanaf het moment dat hij er is, voelen ze zich niet alleen beschermd, maar ook geliefd.